besloten dat de jeugd het over gaat nemen bij Baronie TV. Ja, bij deze. En ja, volgens mij wou jij ook nog maar zeggen, Ad, sorry, de plaats is vergeven. Ja, wij hebben hier een hele grote Baronie TV fan zitten. Hè? Ja. Hoe heet je? Maurice. Maurice. Nou, hé, Maurice is hier in de house. En Maurice wilde heel graag hier op de stoel zitten, hè? Ja. En dan wilde jij heel graag Ad aankondigen, denk ik. Ja. Ja. Zullen we dat eens doen? Ja. Zeg maar, dames en heren, hier is Ad. Ad is toch weer even terug. Ja, hij komt weer terug, hoor. Zeg het maar. Ga je het zeggen? Dames en heren, hier is Ad. Ja! Goed, je kunt het nou, volgens mij volgend jaar al wel over gaan nemen. Absoluut. Ja, absoluut. Je hoeft er niet zo heel veel voor te kunnen, hoor. Niks eigenlijk. Wat gaan we doen? We gaan iets heel bijzonders doen. Want 2 weken geleden was de... Ja, maar ik vraag het door. Oh, dat doet het opeens niet meer. Nee, jammer. 2 weken geleden was de oeledienst. Dat is altijd een speciale kerkdienst. En dit is de pastor die de kerkdienst leidde, hè? Ja, dat is wel belangrijk als je een kerkdienst hebt, dat je ook een pastor hebt. En ze hebben er toevallig één gevonden. En dat is Rob van Uden. Ja, ik liep vrij rond. Ja. Wat dachten ze? We vragen hem. Ja, al wel een tijdje. Dus ik doe het alweer een aantal jaren. En het is eigenlijk begonnen met zo'n gelachter vorsten. Dat ze te gast waren in Ulvenhout. En op het moment dat ze me daar hadden meegemaakt, ze zaten op dat moment zonder pastor, zijn ze gaan hengelen. En dat kostte 3 jaar, maar toen hadden ze beter. En tijdens die oeledienst gebeurt er altijd van alles. Het is echt een kerkdienst, maar dan met een carnavaleske karakter. En Pim van Ginneke, Pim, wij hebben samen jarenlang dit programma gepresenteerd. Jij dacht van de zomer, ik wil daar iets aan toe gaan voegen. Nou ja, er was eigenlijk op YouTube verscheen een filmpje van een Ierse priester die op de melodie van Halleluja van Leonard Cohen een prachtige tekst had geschreven. En dat filmpje is heel de wereld rondgegaan. En dat bracht mij eigenlijk op het idee om voor Rob iets te schrijven. En ik heb Rob gebeld. En mijn idee was om iets met een brug te doen, want ik vind Rob een echte bruggenbouwer. En zo kwamen wij op het idee om de Slotjesbrug in de binnenstad als symbool te nemen en als metafoor voor Rob. En dat, ja, je bedoelt dan de hoge brug, hè? Richting Havermarkt, zeg maar. Ja, alleen, en alleen toen de oeledienst een beetje in beeld kwam, toen begon ik hem te knijpen. Maar het is natuurlijk, het is helemaal geen carnavalesk liedje eigenlijk. En ik dacht, wat heb ik nou toch weer gedaan? Dus ja, ik denk, ik heb A gezegd, dan moet ik B zeggen ook. En toen hebben we het gedaan in de kerk, in de grote kerk. En het dak ging er zo wat af. Ja. Dat kwam goed uit, want ze waren het dak toch aan het vervangen. Dus dat kwam mooi uit. Maar ik begreep achteraf dat de reacties allemaal heel positief waren. Ja, nog steeds. Ja. Ja, ik heb het niet verwacht. Ja, ja, ja. Want Rob, nou zei je opeens op YouTube en Facebook en weet ik wat allemaal. Ja, 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 die dingen die gebeuren ook. Maar daar moet je voor openstaan. Hè. Het is hoe God onze wegen voorhoudt en die wandel je. Ja. Ja, en Pim die heeft een stukje meegebouwd aan die weg. Hè? Nou, het gaat dus een serieus moment worden, maar dat hoort er af en toe ook eventjes bij carnaval. Pim van Ginneke die gaat Rob begeleiden, want jij gaat het nummer zingen. En het heet dus De Brug. Pim van Ginneke en Rob van Uden, De Brug. Water de stad in, een brug die verbindt. Laat mij die brug zijn als jij het wat vindt. Ik wil graag verbinden iets zinvols aan jou. Mijn slot aan de brug hangt voor eeuwige trouw. Die brug staat symbool voor wat was en wat is. Met carnaval wat frivol, maar altijd een verbintenis. Ik wil graag verbinden iets zinvols door jou. Jouw slot aan de brug hangt voor eeuwige trouw. Laat het water maar stromen. Stromen door de tijd, laat het water maar stromen in zijn zuiverste schoonheid.
het water de stad in, de brug die verbindt, tussen oevers in, waar onze stad begint. Kijk ze stralen daar boven op die brug. Ze kennen de verhalen en ze komen terug. Ik wil graag verbinden iets zinvols met jou. Ons slot aan de brug hangt voor eeuwige trouw. Laat het water maar stromen, stromen door de tijd. Laat het water maar stromen in zijn zuiverste schoonheid. Het water de stad in, de brug die verbindt, tussen oevers in, waar onze stad begint. Ook jij bent zo'n schakel, verbindend als het kan. In dit wereldspektakel, verbindend als het kan, als het kan. Laat het water maar stromen, stromen door de tijd. Laat het water maar stromen in zijn zuiverste schoonheid. Het water de stad in, de brug die verbindt, tussen oevers in, waar onze stad begint. Laat het water maar stromen, stromen door de tijd. Laat het water maar stromen in zijn zuiverste schoonheid. Het water de stad in, de brug die verbindt, tussen oevers in, waar onze stad begint. Dat was mooi, dat was geweldig. Tijdens de oelendienst hebben ze dus gezongen in de grote kerk van Breda, Rob van Uden en Pim van Ginneke. Hey! En complimenten voor dit hele mooie lied. Ja, ik zie dat ik niet meer kan gaan zitten, hè? Nee, blijf zitten. Nee, ja. Blijf jij zitten waar je zit? Ja, een watertje gekregen, ja. Nou, je zit er gewoon helemaal klaar voor, begrijp ik. Wij gaan het laatste prinsengezelschap volgens mij binnenhalen, hè? Loop jij maar even mee. Als jij nou eens even meeloopt. Ja, loop maar even mee. Hoort er ook bij. Hoort er ook bij. Nee, zet hem op. Kom, zet hem op. Gaan ze halen. Kom, ik ga halen. Goed zo. Kom. Ja, ja, kom. Ga ze naar binnen. Hallo, hoe is het? Nou, komt erin, zeggen we dan, hè? Zo, welkom. Daar komt maar binnen. Welkom, achteraan. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanmiddag toch? Of nog niet? Komt ja, het is middag. Middag. Het is middag. Zo, hey, welkom. Ja, de prins mag daar zitten. De prins mag daar zitten. Wacht even, prins. Prins, zo. Prins, ja, hier mag ook wel iemand zitten. Ja. Je hoeft allemaal niet bang te zijn, hoor, van Janine. Ja, af en toe zijn ze bang voor jou, Janine. Kom maar eens even lekker zitten. Zo, we geven even de hoogheid een handje. Uit Dessel komen jullie toch, ja, hè? Ja, we komen uit Dessel. Dessel. En we hebben voor het eerste jaar hebben we de naam ook mogen omdopen naar Peesrikken. Peesrikken? Hoe? Peesrikken. En mijn keizer zal er wel even uitleggen wat het een beetje inhoudt. Keizer. Keizer. Jij bent keizer. Oh, dat is mooi. Vertel eens, keizer. Wij hebben dit jaar voor de eerste keer bij ons in Dessel een heus carnavalweekend georganiseerd. We zijn al bezig van vorige week woensdag. Zo. We zijn er nog een paar dagen bij Nederland. Hè. Ja. En wij hebben dit jaar voor de eerste keer onze naam ook veranderd. We hebben ook officieel de sleutel van de gemeente gekregen, onze prins. En onze naam is nu Peesrikkendorp. En een klein beetje uitleg. De Peesrik is eigenlijk een bijnaam voor de Desselaar, maar is... een pees, gelijk dat wij zeggen, een spier van het varken. Oh, zo, ja. Maar eigenlijk, je kunt gewoon zeggen wat dat is. Het is de penis van een varken. Oh. En die werden vroeger gedroogd. Ja. En dat werd gebruikt om de boeren en dergelijke gebruikt dat om hun
scharen en dergelijke te vetten, hun materiaal in te vetten. En daarvan komt de pezerik. En dus zijn we eigenlijk, onze prins is eigenlijk gewoon een varkenspenis. Maar ja, zwart. Het is een echt heel hoog educatief programma. Misschien snappen jullie er nu helemaal niks meer van. Want je hoort dus Vlaamse klappen, zoals jullie dat noemen. Ja, ja. Want Dessel, dat is dus Vlaanderen. Ja. Maar jullie hebben een Nederlandse prins. Ik kom uit, het is toch? Ja. Ingewikkeld. Ja, dat klopt. Nou? Ik woon zelf in Appingedam, helemaal hoog in het noorden. Oh, ja. Maar wij hebben elkaar ontmoet bij de FEN, Federatie Europese Narren. En op een gegeven moment ben ik bij hun op een kindercarnaval uitgenodigd. En ik zeg, jongens, mag ik me er eens mee gaan bemoeien? Dus ik ben dan met decoratie aan de gang gegaan. De prins geworden. En ik zeg, weet je wat me nou leuk zou lijken? Ik zeg, ik ben in Nederland al een paar keer prins geweest. Maar ik zou het ook wel eens een keer leuk vinden om in België prins te zijn. Maar dat ik prins zou worden van Dessel, dat had ik dus in mijn stoutste dromen niet durven dromen. Nee, want in Dessel is het te doen, hè? Ja, in Dessel, daar moet je wezen, hè? Daar moet je wezen. En als je dan afgelopen zaterdag bij Dessel Sport de aftrap mag doen. Ik kan u verzekeren, op de middenstip, daar gaat heel wat door je heen. Ja. En het was gewoon geweldig. We hebben gewonnen met 2-1. Natuurlijk... Ik heb het voetbalveldje op de kop. Ik mis alleen de pees nog. Maar ik zie, Ad, u bent er ook op vooruit gegaan. Ja, ik ben er op vooruit gegaan. Ja, twee prachtige prinsessen. Ja, met Jacqueline en Jacqueline. De pages eigenlijk. De pages. Oh, de pages. Gefeliciteerd daarmee. Ja, kosten nog moeite gespaard. Ja, alles uit de kast. En wat vieren jullie, is dat nou heel anders carnaval in Dessel dan hier in West-Brabant? Helemaal anders. Wij hebben dit jaar ook geprobeerd om de scholen er een beetje bij te betrekken. We zijn woensdag begonnen, want in België vieren ze op school woensdag al carnaval. Mm-hmm. Daar hebben wij de scholen gaan bezoeken. Wij hebben dan zaterdag het rusthuis gedaan. We hebben vrijdag de naamborden gehangen. Donderdag hebben we carnavalsmarkt gehad. We proberen het terug op gang te trekken. Maar het is eigenlijk... We hopen dat we meer medewerking gaan krijgen in Dessel ook. Maar we krijgen van het gemeentebestuur al heel veel medewerking. Dat is al mooi. En nu op tv. Dus dat gaan we zeker delen. En als jij nou de keizer bent en dat is de prins, is dat dan de koning? De adjudant. Oh, de adjudant. Adjudant. Hij is wel de adjudant van de prins. Ah, kijk. Nou, dat is een mooi stel eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, misschien voor volgend jaar. En jullie gaan zo dadelijk met z'n allen naar de Kinnegatse carnavalsoptocht kijken? Wij gaan zeker hier in Breda nog eventjes in het Kinnegat, moet ik zeggen. Gaan we natuurlijk de optocht bekijken. En wij sluiten zelf morgen af met een gigantische kinderhappening. Er komen ongeveer, is mij verteld, 400 kinderen. En daar zijn we een beetje trots op. En mijn eigen bal, daar wil ik alle Bredaren naar uitnodigen. Dat is op 7 maart. Ja. Dat hebben we in het gemeenschapgebouw De Eendracht in Dessel. Dus mensen komen allemaal, want het is lekker vrij. Het is internationaal. We krijgen ploegen uit Duitsland, uit Nederland en natuurlijk ook uit België. Ja, ja. En nou, dit programma is via KPN, het evenementenkanaal, kanaal 37, in heel Nederland te zien. Dus uit heel Nederland kunnen ze naar Dessel komen. Ja, want dat is de place to be, volgens mij. Ja, yes, op 7 maart, hè? 7 maart. 7 maart, 7 maart. Vorig jaar hadden we natuurlijk ons bier bij. Ja. Maar we zien hier altijd die Brabantse worstenbroodjes. We hebben natuurlijk echt Belgisch worstenbrood bij. Belgisch worstenbrood. Met dubbele worst. Dubbele worst. Speciaal voor de dames. Speciaal voor de dames. Ja, speciaal voor de dames. En niet voor jou, Ad. Nee, voor Jean-Jay. Maar kijk eens even. Het is net of dat er een knak in het worstje zit. Even kijken. Een knakworst. Een knakworst. Ja. Hebben we nog? Nee, hij moet nog in beeld. Hij is hier in beeld. Ja, ja, ja. Leuk is dat, zeg. Lekker. Eten ze met jullie zo worstenbrood? Ziet er wel dat is echt uit. Belgisch worstenbrood. Nou, en, lekker hoor. Ziet er goed uit. Nou, voor de changer dames. Zeg, we hebben nog even een taak. Ja? Mag ik nog even wat zeggen? Want ik zie hier een naar zitten. Mm-hmm. En ik zeg altijd, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En Baronie TV, heeft het natuurlijk ook. Want zonder de jeugd doen we natuurlijk niks. Nee. En ik vind dat geweldig. Nou. En dat is een applausje waard. Dat wil ik ook. Ja, absoluut.
Ja, nu we het over applaus hebben, want we hebben nog even een speciale taak voor jullie. We hebben een fotowedstrijd bij Baronie TV. Mogen de kijkers van Baronie TV die mogen foto's insturen. En dat is de bedoeling dat het laatste gezelschap wat aan tafel zit zo dadelijk gaat klappen voor foto's die we te zien krijgen. Esther die heeft al een voorselectie gemaakt. We krijgen 3 foto's te zien. Ik weet niet of dat ik daar naartoe moet lopen of dat we ze hier te zien krijgen. Ja, ik ga richting tafel naar Esther, want die kan er dan meteen eventjes wat over vertellen. Esther, want jij hebt alvast een voorselectie gemaakt, hè? Dat klopt helemaal. Ja, en we krijgen ze dus dadelijk eerst al te zien. Als jullie dan alvast kijken naar die 3 foto's en dan zo dadelijk moeten we applaus krijgen. Pas als ze alle drie geweest zijn. Dus we gaan eerst eventjes kijken. Wie is dit? Die ken ik eigenlijk niet. Dat zegt me niet zoveel. Nee. Oh. daar komt hij aan. Hij is gewoon leuk. In beeld. Wie is dat? Het is geen hoogstandje qua fotografie, maar hij is gewoon leuk. Hij heeft leuke sfeer. Hij zit lekker op zijn boomstammetje. Oké. Okay. Ja, dat is foto 1, daar waar ze uit kunnen kiezen. Ja. Oh. En dan krijgen we, de volgende foto te zien. Oh. Nou, dat is een echte carnavalsvierder, hè? Ja. Behoorlijk. Ja. Hartstikke leuk. En dan foto 3. Ja. Ongeveer. Het zou dezelfde fotograaf kunnen zijn. Die hadden de sokken in, hoor. Die hadden de sokken. Maar nogmaals, we weten geen naam. Nee. Maar mooi van kleur, moet ik zeggen. Ja, heel erg mooi. Heel erg mooi gedaan. Perfect, leuke, scherpte, diepte. Maar... Nou, dan laten we ze nog een keertje zien. En dan moet er even applaus komen. Hè. Dus nummer 1. We zien nu de man die zit. Ja, oké. Dan deze. En dan krijgen we nog foto nummer 3, even kijken. Yay! Oh jee. Oh jee, dan wordt moeilijk tussen 2 en 3. Ja, hè? Die moet een keertje over. Ja, dan moet nog eventjes over. 1 valt af, maar we laten nog eventjes foto 2 zien. Ja. Yay! Hey. En dan foto 3. Ik denk toch dat het 2 is geworden. Ja, dat is een 2 geworden. Nou, foto 2 gaat door naar de finale. En die is morgen. Ja, morgenavond. En dan zien we morgen weer verder. Precies. Dankjewel. Dank jullie wel. Chargé, jullie mogen weer. Wij mogen weer. Ja, met de heren. Oh, met de heren. Oh, ja. Ik heb het allemaal niet meer onder controle. Ik heb niet meer onder controle. Nee, ik kan niet zonder jou. Ik moet nog veel leren. Tuurlijk wel. Ik zit hier tussen de hosjes. Wacht even. Ja. Het is ook het eerste jaar voor de dames. Ja, zo. Het is een beetje onwennig. Wij slepen jullie er allemaal in. En volgens hoeveelste jaar ben jij nou al prins in Dessel dan? Tweede jaar. Kijk. Nu mag hem stoppen. Nu mag hem stoppen. Ik blijf het een beetje vreemd vinden. In België is 3 maal... Eens je 3 maal prins geweest bent, kan je niet verder. Dan word je automatisch keizer. Jij bent ook al prins geweest. 3 maal. We hebben nu een keizer, dus hij mag na 2 jaar stoppen. En dan blijf ik mijn titel behouden. Hè. Okay. Zo gaat dat. Niet waar, want als hij het ooit nog een jaar wil bijdoen, mag hij ooit nog terugkomen. Nou, jullie gaan dan lekker naar de Kinnegatse carnavalstoptocht kijken. Ik denk dat we het een beetje gehad hebben. Hè? We hebben alles verteld wat er verteld moest worden. En jullie enorm bedankt voor de gastvrijheid. En ik wens jullie heel veel succes, want ik kijk het ook wel eens in het noorden van het land. Net wat u toen straks al zei, dat het op een van de evenementenkanalen te zien is. En ga zo door, want dit moeten we hebben. Want er wordt al zo weinig carnaval op televisie gedaan. En jullie zijn er toch wel de voortrekkers in om het carnaval toch dankzij jullie in de goede richting te duwen. Nou, en ik zeg applaus hartstikke voor alle mooi. Medewerkers, hoor. Een heel warm bad hier. Vanuit de wagen wordt er gezegd bedankt voor deze mooie woorden. En heel veel plezier bij de Kinnegatse carnavalsoptocht. En jullie gaan zo dadelijk naar het Mami gebeuren. Dadelijk naar het Mami. Ja. Want daar is het zo meteen te doen. En daar hebben jullie een speciaal liedje toch voor gemaakt en voor gezongen. Ja, wij zijn een paar maanden geleden gevraagd om een liedje te maken voor het Mami. En dat vonden wij al een hele eer. Want wij komen zelf ook uit Etten-Leur.
Dus wij stonden daar als kindje nu tussen. Uit Breda, hoor. Nee, en ook nu uit Breda, ja, maar oorspronkelijk ook uit Etten-Leur. Ja. En wij stonden als kindje zelf tussen om een recordpoging weg te zetten. En nou gaan er 4000 mensen mooi in het zonnetje vanmiddag onze majorettenles doen. En dat is echt een kippenvelmomentje. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wij zijn trots. En ja. Jullie gaan dat liedje hier eventjes doen nu? Ja, ja, en mensen thuis mogen alvast oefenen. Ja, ja, dat is wel echt... En hoe laat begint het Mami gebeuren? Wij moeten daarna helaas door. Kijk, om 2 uur begint het. Ja, dus, nou. Ik zou zeggen, ga naar het podium toe. Ja, wij gaan hier eventjes lekker kijken nog. Hè. Ja. Het gezelschap mee, uit Dessel. Dat mag ook... We mogen meedoen. We mogen meedoen, hoor ik. Oh, kijk eens aan. Nou, de twee dames van... Chargé, die gaat nog eventjes naar het podium toe. Kan ik me mooi even vertellen dat er nog even gestemd kan worden voor de Facebook-clip. Liedje A is Alberto Onno, mag ik je toyboy zijn? Of liedje B, Lamme Frans en wakker worden met een biertje. Waar de meeste stemmen voor binnenkomen. Dat is straks de afsluiting van dit programma. Maar nu Chargé op majorettenles. Ja. Want bij elk concours sta ik vooraan. Ja, marcheren vind ik vet. Ik neem een stokje mee naar bed. Al klinkt het toch wel erg van. Ja, dat is misschien wel zo. Deze meid stilt graag een show. Doe maar mee en laat nu ook jouw stokje gaan. Wat een lekker ding. Ik zit op majorettenles. Wat een lekker ding. Hey, zie me gaan. Wat een lekker ding. Mijn stok omhoog en dan naar rechts. Marcheren op je plaats, ja blijf maar staan. Wat een lekker ding. Ik zit op majorettenles. Lekker in de string, hey zie me gaan. Met carnaval op show, majoretten doe je zo. Stok naar links, stok naar rechts. En we gaan weer samen verder met de majorettenles. Oh. Ja, we hebben ook een echte Mami-versie hiervan. Ja, ja. Okay. Ja, die hadden we de Mami-mensen die wouden we eigenlijk vandaag doen. Ja, ja. Dat wouden we doen. Maar even... als er nou mensen het willen horen, dan moeten ze dadelijk heel snel om 2 uur naar de markt in Etten-Leur komen voor het Mami. Want, jullie moeten nu richting Etten-Leur hebben, want dat gaat zo gebeuren. Nou, ik vond het hartstikke leuk vandaag. Kom even terug. Is dat goed? Kom maar gezellig terug. Ja, we zijn morgen weer. Heel veel succes. Oh, Ad. Even. Ad, wat...
Kom. Oh, lekker. Oh, lekker, hè? Bedankt, hè. Lekker rode neus, zo heerlijk. Pardon. En jullie bedankt, hè. En succes, hè. Ja. En jullie bedankt voor jullie komst en veel plezier. Super. Bij de Kindergaardse carnavalsoptocht. Ja, dank u. Oké. Okay.